Oké, nou welkom allemaal bij deze sessie over studeren op je eigen snelheid, study at your own speed. En hoe eenvoudig het bij ons is, bij Itelligence is, om je studieduur aan te passen. We zijn met twee collega's hier. Ali, wil jij jezelf eerst even voorstellen? Ja, hallo allemaal, ik ben Ali Gulteken, ik kom uit België. Ik ben reeds 13 jaar werkzaam bij Itelligence. Ik ben een solution expert, met name in het SLCM, dus in het onderwijswereld. Oké, dankjewel. Nou, mijn naam is Pim Lucas-Braun. Ik ben 5 jaar bij Itelligence werkzaam. Ik werk ook in het onderwijsteam, net als Ali. We houden ons voornamelijk bezig dus met hoger onderwijs. En wij gaan vandaag een korte presentatie houden over het studeren op je eigen snelheid. En we hebben eigenlijk een student bedacht. Haar naam is Charlotte, 33 jaar oud, verloofd, parttime werkzaam. Hij heeft een heel druk sociaal leven en haar droom is eigenlijk om HR-manager te worden bij een groot bedrijf. Nou, zoals jullie weten is het de standaard student, dat is Charlotte dus al niet eigenlijk, hè, als ze zou gaan studeren. Omdat ze al 33 jaar oud is, ze is ook al een professional. Dus ja, 3 jaar studeren, dat zit er voor haar niet in, 3 jaar fulltime studeren. Dus zij heeft gewoon beperkte tijd naast haar werk en naast haar sociale leven om een studie op te pakken, een volledige bachelor. Daar hebben we dus een oplossing voor bedacht. Is de Launchpad, hè? Dus hier zijn alle self-services voor Charlotte. Ze kan hier haar vakken boeken, ze kan hier haar resultaten bekijken, haar studievoortgang en een aantal aanvragen doen bijvoorbeeld. Maar we kunnen ook wijzig studieduur doen, dus daar kunnen we dan op klikken. Nou, wat je hier ziet is een standaard overzicht, hè? Dus een standaard bachelor duurt 3 jaar en dan gaan we uit van 60 credits per jaar, 40 uur gemiddelde studielast per week, waar we dan uitgaan van 33 uur contacturen en 7 zelfstudieuren. Nou, dat is natuurlijk voor iemand als Charlotte, die daarnaast gewoon nog werkt, is gewoon niet te doen. Hè? Dan heb je een tweede fulltime functie daarnaast. Dus dan kunnen we op wijzig studieduur klikken. En dan zien we eigenlijk een heel eenvoudig overzichtje van, hey, wat kan ik hier aanpassen? Ali, misschien kun jij iets meer vertellen over de sliders die je daar ziet en over het aanpassen wat je hier kan doen. Ja, dus we zien hier, zoals gezegd door Pim, 2 sliders, waarbij enerzijds Charlotte kan aanpassen. De jaren kan aanpassen en zeggen van oké, ja, ik kan het eigenlijk niet in 3 jaar, maar ik zou het toch graag in 5 jaar willen doen. Dan kunnen we zien dat de onderste slidebar wordt aangepast naar 25 uren per week. Hier kunnen we dat zien, dus dat die dan evenredig wordt verdeeld over 5 jaar. En het aantal credits, waarbij de student altijd in totaal 180 moet behaald hebben, wordt ook evenredig verdeeld over de 5 jaren heen. En die kan dan ook natuurlijk wel onder de onderste kant, ja, de onderste slider kan die ook aanpassen, waarbij we kunnen zien dat jaren ook kunnen aangepast worden. Dus dat die dan met elkaar verbonden zijn, dus vice versa, dat ze met elkaar verbonden zijn. Ik zie nu ook nog iets gebeuren, ineens. Jij versleept hem naar 54 uur per week en dan krijg je in één keer een gele balk in beeld. Ja, dus dat komt eraan dat we een soort threshold hebben, een range hebben waarbij de student vrij kan bepalen van ja, ik zou het graag een 4 jaar willen doen of een 5 jaar willen doen, maar als hij daar buiten valt, waarbij het studieduur dan of minder wordt en dat de jaren hoger worden of andersom, ja, dan moet dat goedgekeurd worden door een studieadviseur en gezegd ja, oké, ja, dat mag wel of dat mag niet. Dus daar wordt een workflow achter gestart. Die dan eigenlijk een traject moet volgen. Oké. En ik zie ook zeg maar een potloodje bij het aantal credits staan. Kan ik daarop klikken en kan ik dan per jaar aanpassen hoeveel credits ik wil halen? Bijvoorbeeld, ik heb nu jaar 1 36, kan ik dan in jaar 2 iets anders doen? Of hoe? Ja, dus zoals gezegd, de credits over de jaren, dus in dit geval 5 jaar, die wordt altijd dan evenredig verdeeld. Maar Charlotte kan zeggen van, ja, oké, eerste jaar heb ik dan heel weinig tijd, maar volgend jaar verwacht ik meer tijd te hebben. En dan wil ik het eventueel aanpassen dat de credits daar, in plaats van 36 of 37 credits, gaat vertrekken naar 60 credits. En dan kunnen we zien hier dat die credits die hier worden bijgeteld, worden afgetrokken van het laatste jaar van zijn credits. Oké. Nee, dat is al duidelijk. En even kijken, want hier zie ik dan ook verder geen... Dus Charlotte kan het hier gewoon indienen. En die kan hier gewoon zeggen submit program changes. Ja, dat is wel duidelijk. En kan Charlotte nou ook gewoon haar studievoortgang? Kan ze dat een beetje duidelijk, is dat een beetje duidelijk inzichtelijk voor haar? Ja, dus naast het wijzigen van de studieduur kan die dan ook het diploma vereisen. Dit is onze standaard en echte data, dus laagdata uit het systeem. Waarbij hij hier dus de omschrijving van zijn diploma die hij kan behalen en hier de programma-eisen van het standaardprofiel die dan van jaar 1 kan bekeken worden, die dan een voorbeeld heeft met vervuld. Dat hij daar in het detail kan bekijken hoeveel credits moet behaald zijn. En in dit geval, omdat hij vervuld is, die moest 60 credits behaald hebben en daar heeft hij dan 60 behaald. Als we nog dieper in detail gaan, kunnen we ook zien welke vakken daar in rekening worden gebracht, wat de status is, dus dat die succesvol behaald is, en het resultaat en het aantal studiepunten van het vak zelf. Oké, duidelijk. Nee, dat ziet er goed uit. En om even, even te concluderen dan, zeg maar, is het heel makkelijk voor Charlotte om te gebruiken. Ze heeft helemaal niet zoveel kliks nodig om haar studieduur aan te passen. Ze kan haar studieduur aanpassen op basis van, op basis van aantal jaren, op basis van uren per week en op basis van aantal credits. En dat kan ze zelfs per jaar kan dat verschillen. Dus eigenlijk is het best wel makkelijk in gebruik. Dus nou goed, dat was eigenlijk onze presentatie. Mochten jullie daar vragen over hebben over onze oplossing, dan kunnen jullie altijd natuurlijk de vragenronde gebruiken zo direct. En anders kunnen jullie ons altijd contacteren via onderstaande e-mailadressen. Bedankt voor de aandacht. Bedankt allemaal, bedankt voor de aandacht. Intelligence. Inmiddels zie ik dat Sam wat mensen toelaat tot de ruimte. Dag Ali. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. En dan kijk ik even naar onze vragenlijst en zie ik dat Marina als eerste een vraag wilde stellen aan de collega's van Intelligence. En dan een vraag die we eigenlijk ook al meerdere malen hebben gesteld. Hoe positioneren jullie zich als applicatie in het landschap? Dus werk je samen met een SIS? Is er ook een LTI-koppeling via een LMS? Kunnen jullie ons daar wat meer over vertellen? Ja, it.education is een studenteninformatiesysteem gebaseerd op de basis van SAP. Dus het is een studenteninformatiesysteem. En we hebben koppelingen, dus interfaces met verschillende derde-partijsystemen, zoals LMS ook. En een standaard interface waarbij het onderwijs en het gepland onderwijs altijd gecommuniceerd kan worden richting student via LMS. Of via een XML-output, zal ik maar zeggen, waarbij een standaard website van it.education geleverd kan worden, met een look and feel gebaseerd op het instituut zelf. Of dat ze gevoed kunnen worden door dat ze dan hun eigen website als het ware kunnen gebruiken voor het curriculum. Dus het is een studenteninformatiesysteem op zich al. Dus als ik een student ben en ik zoek naar inhoud, waar zoek ik dan in? De inhoud van de curriculum bedoel je dan, hè? Precies, ja. Dus dan ga je gewoon naar de website van het instituut zelf. En bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam, ze hebben ook zo'n website die ze zelf hebben ontwikkeld, waar het dan gevoed wordt door onze XML met het onderwijsaanbod die in het SIS wordt aangemaakt. Die dan elk jaar kan aangepast worden weliswaar, hè, dus het curriculum. En waarbij de student dan naar de website van het instituut gaat en dan de opleiding selecteert of zoekt. En dan het in onderwijs kan bekijken. Maar dat gebeurt niet in Intelligence zelf, of wel? Dat wordt altijd... Jawel, ja. Dus de achterkant is wel Education. Ja. Ja, en Ali, om aan te vullen, daar is natuurlijk wel een student zelfservice, hè, waarin de student ook gewoon binnen Education, binnen het curriculum kan zoeken. Hè. Dus daarin is dat ook beschikbaar. Dus die backend waar Ali het net over had, die kan een website voeden. Maar die vult ook gelijk de student zelfservice. Dus als de student wil zoeken naar een bepaalde module of een bepaald vak wat hij wil volgen, dan kan hij daar ook gewoon zoeken. Dus, diezelfde bron, zeg maar, die wordt gebruikt voor verschillende outputs, zeg maar. En hoe ondersteunt itelligence dan studeren in eigen tempo? Dus wat als ik wil versnellen of vertragen? Wat zijn de mogelijkheden dan binnen itelligence? Hoe zie ik dat ik tegelijkertijd bijvoorbeeld meerdere eenheden kan volgen of juist kan vertragen daarin? Ja, dus ook in onze presentatie en de demo die we al hebben samengesteld. Het afstudeerprofiel zoals we dat noemen, en het profiel die samengesteld wordt door de student zelf, is altijd een standaard profiel die aan elke student wordt toegewezen, enerzijds. En anderzijds, dus dat de student dat kan aanpassen. En de inhoud van zo'n profiel, dus dat ze dan kunnen aangeven van jaar 1 dat je 60 credits behaald hebben uit een groep van modules en verplichte modules uit jaar 1, dat die student die vakken dan eigenlijk daar ook kan zien en kan selecteren. En naar gelang dat hij dan kan spelen met de lengte of de duur van zijn studie, of het aantal credits dat hij wil behalen binnen dat eerste jaar, dat eerste curriculumjaar, dat die modules dan ook gefilterd kunnen worden of dat hij individueel aparte modules kan toevoegen. Volgens mij sluit wat je net zegt ook met de vraag die Hanne had. Op, ja. Hanne, wil je die eventjes oppakken voordat ik het dan geef? Ja, in jullie filmpje lieten jullie zien dat jullie een soort tool hebben waarbij je het aantal jaar van je studie en het aantal uren per week kan variëren en dat dan dat wordt verdeeld over de jaren. En jullie zeiden net ook al dat jullie dus wel ook een achterkant hebben waarbij studenten kunnen zoeken in het curriculum van een onderwijsinstelling. Maar hoe zijn die twee aan elkaar gekoppeld? Want bijvoorbeeld bij mijn opleiding kan ik niet zomaar zeggen van oké, ik wil 30 uur per week studeren, omdat ik gewoon vastzit aan vakken en verplichtingen en een BSA en dat soort dingen. Dus hoe zit dat aan elkaar? Ja, dus ik heb hier een lijstje voor mij samengesteld. Er is natuurlijk een vastgegeven, dat is het curriculum, wat het instituut samenstelt. En die dan eigenlijk ook een onderwijsplanning gaat maken van, ik zeg maar iets, elke maandag tussen 10 en 11 uur vindt het vak introductie voor informatica technologie plaats. En als die student, dus dan heb je het instroommoment, wanneer het student binnenkomt, en het individueel studentenprofiel, dus het profiel waar die aan standaard moet voldoen. Het standaard profiel wat de student krijgt, die is afgeleid uit het curriculum, standaard. En vervolgens, dus als de student gaat spelen met de lengte of met de duur of met de studieuur per week dat die kan volgen, het standaardprofiel wordt nog altijd samengesteld of als basis gehouden, maar dat die vakken, dat eerste jaar vakken, dat algemeen van 60 credits ga ik vanuit bijvoorbeeld voor een propedeuse of voor een eerste jaar bachelor, dat die student uit die vakken, uit 60 credits, dat hij daar kan kiezen van oké, ik ga voor deze periode, voor het eerste jaar, wat zijn eerstejaarsvakken normaal zijn, ga ik het onderwijs in die vakken, bijvoorbeeld dat hij zegt, ik ga dan introductie voor informatietechnologie volgen. Dus ja, dat het curriculum altijd de basis is. Dus het is altijd gelinkt naar het curriculum van de module. Je kan niet zomaar zeggen van ja, ik weet niet wat ik moet doen. Dus die ziet wel het set van modules altijd wel zichtbaar. En dat hij daar dan kan selecteren van ja, ik kan toch deze wil ik eerst doen en de andere vakken van het eerste jaar wil ik dan wat later doen. Maar ik zie nog niet helemaal voor me hoe dat dan, want in dat scherm leek het eigenlijk alsof alles mogelijk was. Dat scherm is eigenlijk puur gebaseerd op het verlengen of verkorten van het profiel, dus wanneer de student wil afstuderen. Maar dat is niet het vakkenboekpakket, zal ik maar zeggen, dat is daar niet gepresenteerd. Hè. Daar hebben ze de studenten een andere self-service voor, waar die dan ook wel uiteraard gaat kijken naar het afstudeerprofiel, wat voor die student individueel, hij zelf of zij zelf heeft samengesteld. Dus het is niet zo één groot self-service wat de student van alles moet doen. Dus hier een self-service, in onze presentatie of de demo was ook zo'n launchpad die we noemen. Zo'n pakket of een soort app die dan eigenlijk alle kleine tiles, alle kleine apps kan selecteren. Dat je zegt, ik ga mijn studieduur verkorten of verlengen, maar nu ga ik mijn vakken boeken die gebaseerd is op mijn profiel, mijn individueel profiel. Dus dat profiel is meer een soort leidraad die je dan kan gebruiken om je vakken te kiezen. Ja, en dat is altijd dan als basis en die krijgt een versie en die student kan dat in de loop van de jaren of zegt hij van oh, ik heb nu toch al meer tijd over, dus ik wil het wel verlengen. Dat eigenlijk altijd het profiel, jouw referentie is wanneer dat de student gaat afstuderen. En we hebben nu ook in onze pipeline een ontwikkeling, we werken ook heel veel internationale universiteiten, waarbij andere universiteiten internationaal, zoals in Engeland is te zeggen, eigenlijk hebben we nog geen profiel vast voor een student, individueel profiel, dat is zo flexibel, ik leg het alleen maar uit om de flexibiliteit te tonen, dat ze zeggen van, ik laat de student maar eens doen, en die gaat dan vakken boeken, en die is heel flexibel met vakken boeken, maar pas op het einde zegt hij van, ja kijk, met die vakken wat je hebt geboekt, of gevolgd of behaald, daar kun je diploma X mee behalen, dus een bachelordiploma of een anders diploma, dus aan de hand daarvan. En die flexibiliteit is altijd centraal, dus het afstudeerprofiel is centraal. Oké, bedankt. Volgens mij heeft Marieke nog een vraag die doorgaat op de flexibiliteit, als er nog tijd voor is. Nou, in de video wordt niet echt duidelijk besproken hoe curriculumverandering bij jullie werkt. Dus hoe gaan jullie daarmee om? Curriculumverandering, dat kan elk jaar voorkomen, daar is inderdaad weinig over gesproken. Maar het is, zoals ik daarnet ook zei, dus er is ook een versie die heel belangrijk is. Elk jaar wordt in principe bij een curriculum wel aangepast. Dus we hebben een standaard curriculum bij een opleiding die altijd 3 jaar of 4 jaar is, met een propedeuse samen. En de inhoud kan natuurlijk wel veranderen. De modules kunnen veranderen, de naam van de modules kunnen veranderen voor studenten die dat volgen. En er is ook een historie. Er werd ook een eerdere vraag gesteld aan educators. Dat de historie altijd wel zichtbaar is voor de student. Wat het vak vorig jaar noemden, of wat de naam vorig jaar was, of aantal credits die dat vorig jaar was, die is nu ook nog zichtbaar. Het aantal behaalde credits van studenten die blijven natuurlijk wel behouden in hun curriculum. En de nieuwe die worden gewoon aangepast. En er is ook een notificatiecentrum, een it.education, waarbij een nieuwe publicatie van een curriculum de student op de hoogte wordt gesteld. Van hey, er is wel een curriculum aangepast aan jouw opleiding, die dan kan bekijken welke nieuwe modules zijn. En, dus de naam van de modules of aantal credits wat je dan nog moet behalen voor de komende jaren. Oké, en bij dat schuiftoeltje ook waar het net over ging, leek het een beetje alsof je aan het begin van je opleiding al het tempo voor ieder jaar moet kiezen. Maar dat is niet waar, of wel? Nee, niet ieder jaar. Je kunt op elk moment, dat is althans ons uitgangspunt, je kunt ieder moment totdat je afstudeert. Totdat je afstudeert, kan je profiel of je afstudeerprofiel wel flexibel zijn. En dat kan je op elk moment doen. En in het begin zegt die student al van ja, kijk, want ja, het eerste jaar kan hij misschien al een idee geven aan een student van wat hij eigenlijk het eerste jaar al kan doen. Dus daar wordt hij al bepalen dat hij niet het standaardprofiel van 60 credits per jaar wil doen, maar dat hij zegt van ik heb maar tijd voor 30 credits per jaar. Heel senior gedacht. En dat hij vervolgens zegt, ja, ik kan toch wel nu de volgende jaren, kan ik wel versneld doen. En dat kan die ook nog aanpassen. Kan dat ook gewoon gedurende het jaar, of kan dat alleen aan het begin van ieder jaar? Dat kan door het jaar ook. Dus er is niet een middel van IT-education dat zegt van, we sluiten het op een bepaald moment. Dat kun je wel doen. Dus er zijn allemaal instellingseisen die zeggen van, ja kijk, eens... Als het curriculumjaar is begonnen, dan willen we het sluiten. Ja, prima, dan wordt het gesloten. En anders blijft het over. Het is puur keuze aan de instelling zelf. Oké. Mooi. Even op dat studentperspectief, even naar de instelling inderdaad. De planmodule, daar wordt uitgegaan van credits en van contacturen. Wat voor eisen stelt dat aan de instelling op het gebied van standaardisatie? Geen. Want... Dus het standaardprofiel, want daar gaat het juist om, en de use case, dat was gebaseerd op dat we niet voor elke student natuurlijk een individueel profiel willen samenstellen. En het standaardprofiel aan de instelling zelf, die dan eigenlijk gebaseerd is op het curriculum van een opleiding. Dus die wordt samengesteld en ik verwacht aan een student dat die elk jaar 60 credits moet behaald hebben. En alle verplichte vakken moeten behaald zijn. En dat zijn de instellingseisen, als het ware, voor die opleiding. En vervolgens komt die student en zegt van ja, maar ik kan die 60 credits niet gaan doen, dus ik wil het verkorten. En dus die verkorting, dat als je zegt met 30 credits dat je voor het eerste jaar kan doen, ja, dan wordt dat eerste jaar gesplitst over 2 jaren. Dus dan moet je eigenlijk de credits van 60 in 2 jaren behaald hebben. Dus ja, dat eigenlijk als basis. En de student zelf maakt zijn eigen individueel profiel. Daar komt een instelling niet aan te pas en zegt van ja, jij hebt student, ik ga toch dan ook inderdaad het zelf moeten doen. Dat gebeurt niet. Dat moet dan door het systeem zelf gebeuren en met een voortgangscontrole kan dat altijd opgevolgd worden. Helder. Ik wil je heel hartelijk bedanken en ook je collega voor deze antwoorden.